Ready? Ja, helemaal ready. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Loetje. Yes! Want wij gaan de meid Isabel opzoeken in Curaçao. Ja, oh, ik heb er zin in. Hoe leuk als we daarvoor een leuk shoplog opnemen. Ja, we gaan dus naar Curaçao en we hebben echt gewoon puur geshopt in Curaçao. Ja, alleen maar leuk outfits, bijvoorbeeld jurkjes, bikinis, gewoon echt Curaçao outfits. Ja. Ik vond het best wel lastig nog. Ik ook. Want het was best wel veel. Op een gegeven moment dacht ik van, moet ik er nog bij of zo? Ja, voor mij heb ik ook bijna alleen maar jurkjes. Want ja. Wat ga je anders aan? Ja, en bikinis en van die cover-ups en... Ja, dat soort dingen. Dat gewoon. Laten we gewoon lekker beginnen. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Ik ook. Het is al echt een tijd geleden, dus... Ja, dan weer maat geleden of zo. Maar heb jij alles in maat M? Ja. Jij hebt alles in maat S. Ja, dus dan weet ik in ieder geval nog... Wat kan die wel? Wat schat er allemaal. Oh, kijk, het is wel heel veel hoor. Ja, het is echt fucking veel. Er zijn helemaal kaartjes thuis. Ja, ik keep er helemaal in. Oh, hatsa. Zo, het is echt... Ik had niet verwacht dat dit uit deze doos zou komen. Nee. Ja, laat even gaan kijken. Ja, we hebben allebei 12 eindjes. Ja. Dus we hebben heel veel eindjes. Ja. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en mij te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. En laten we dan maar lekker gaan beginnen. Ja, heel leuk. Ga jij beginnen? Ook waar jullie natuurlijk allemaal voor zijn, heb ik een kortingscode. En die geeft je 15% korting volgens mij. Zal hier in beeld staan, staat ook in de beschrijving. Vergeet zeker niet als je shopt om de code te gebruiken. Zal ik beginnen? Ja. Ik begin met dit rare ding. Ja. Het is helemaal niet mijn... zou ik nooit kiezen? Nee. Ik weet niet, misschien heb ik wel gekozen. Ja. Ik heb juist al een beetje kleurtjes. Maar dit is volgens mij echt heel leuk. Oh, dat is zo'n jurk. Ja, dat is fucking leuk. Heel leuk. Dit is heel erg leuk. Wat cute. Ja, dit is van me wel in de naam. Ik heb dit ook zo echt een beetje... Zeg maar, dit zou ik niet echt snel in Nederland aandoen. Maar op vakantie doe je het dan wel weer snel aan. Leuk met aan de zijkant. Kijk, hij is een beetje zo strak. Ja. Nee, van die leuke avond. Moutjes. Ik heb dit hele leuke bloemetjesjurkje aan en hij is echt super mooi. Hij zit echt. Hij zit zo mooi. Maar ook heel erg touchy, dus zeg maar. Weet je, je cadeau is gewoon lekker rekbaar. Waarschijnlijk kan ik hem ook wel gewoon aan. Ja, ik denk dat je hem ook een M ook wel aan kan. Ja. Maar dan zit het misschien hier wat strakker. Oh ja. Heel leuk. Ja. Oké, ik begin met dit. Want ik heb echt geen idee wat het is. Het is zwart, dus. Benieuwd. Nee, dit is gewoon een zwart jurkje. Met lange mouwen. What the fuck? Dat is niet voor Curaçao, denk ik. Nou, ik weet wat ik dacht. Nou, het is wel gewoon een leuk zwart jurkje. Wel heel leuk. Ja, ik weet nog dat ik dacht, ik heb helemaal geen zwarte jurkjes meer. In ieder geval geen, die heb ik allemaal naar Vinted weggedaan. En pas dacht ik echt, oh, ik wil gewoon een leuk zwart jurkje wat ik kon combineren. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon leuk voor, ja, misschien, ja. Dit kan je misschien weet als hoe... vliegtuig outfit aan. Ja, inderdaad. In ieder geval, dit is ook gewoon altijd leuk. Nederland, Curaçao, Spanje, wherever you go. Gewoon lekker simpel jurkje om over je bikini heen te gooien. Nou, ik vind het wel leuk. Ja. Ik ook. Nou, dit is het zwarte jurkje. De lengte is echt perfect. Maar deze is wederom... Het is echt gewoon altijd goed eigenlijk. Ook leuk met van die cowboy boots. Ik weet niet of je die ziet. Ja, gewoon een heel simpel zwart jurkje. Dit heb ik gewoon niet meer. Ik had het wel, maar ik heb het allemaal weggedaan naar Vinted en zo. Maar ik vind deze heel leuk. Zit altijd goed, altijd mooi. Een cute mouwtje ook. Ja, niks meer over te klagen, helemaal goed. Ja, dan heb ik die blauwe. Ja. Oeh. Even kijken, oh, dit weer van die mouwtjes. Heel leuk. Oh, kijk. Oh! Nou, wat leuk. Maar fucking leuk. Heel leuk. En dan heb ik ook een lange mouw natuurlijk. Maar Maar soms kan het best wel Ik wou net zeggen, misschien kan het in de avond best wel afkoelen. En is zo'n jurkje juist hartstikke chill. En even een beetje van die fleur. Leuk. Ja, dit moet je allemaal even aanzien. Ja, dit moet je aanzien, ja. Maar ik denk dat het heel leuk is. Ik heb een heel schattig blauw jurkje aan. Hij zit wel een beetje strak hier. Oh ja, zeg maar, dat zie ik ook wel. Hij pakt hem niet echt lekker. Maar hij is wel heel erg leuk. Heel maar misschien mooi. Inderdaad een maatje groter als je deze voor deze kiest. Ja, maar wel echt heel leuk. Maar en hij heeft van die hele leuke mouwtjes. Ik heb vaak wel op zien hoor dat je een maat groter moet als dat werkelijk is. Ja. Dan heb ik deze bikini. Oh. Ik heb echt...
1000 piece. Je hebt echt heel veel piece. Maar ik had dus nog helemaal geen groene. Nee? Nee, dus ik heb wel gewoon alle kleurtjes. Ik ben achter wel één bikini. Ik heb één bikini. Ja, nou, maar, ik heb wel gewoon mijn bikini aan. Maar zeg maar, die gewoon het mooiste zit en de rest kan we gewoon weggaan. Want ik dacht, ja, ja. Dat is gewoon het net niet. Nee. Dus ik wil alleen maar gewoon leuke bikinis. Maar heb ik dit dan dus in maat M? Ja. Het ziet er best wel weer... Nou, dit is gewoon een leuke, fleurige bikini. Toch fucking leuk voor Curaçao. Groen staat ook echt mooi als je bruin bent. Ja, dat is zeker waar. En ik heb zo'n heel leuk groen doekje. Oh. Weet je al? Ja, wat je ja, op festivals heel veel ziet. Ja. Dus ik dacht, dat is fucking leuk met zo'n groene bikini. Dat is heel leuk. Ja, jongens, dit is echt het afschuwelijkste van het afschuwelijkste. Dit lijkt echt gewoon een soort oma van het. Vooral met van, die print wordt het eigenlijk nog erger. Ja, wordt het nog erger. Ja. Dat had echt een leuk printje kunnen zijn. Het boekje vind ik wel gewoon leuk. Die kan ik op zich nog misschien wel combineren met een wit topje of zo. Maar dat die top, nou, ik weet niet wat dit is, maar het ziet er niet uit. Meid. Meid. Dan heb ik een rode jurk. Een beetje wat bordeaux eigenlijk. Bij jou staan al die jurkjes ook zo leuk. Leuk, als de ene leuk is, dan is ja, deze ook heel leuk. Oh, want een rood jurk heb ik ook nog niet. Nee. Ik ga je jurkjes sowieso stelen. Dat wordt helemaal goud. Helemaal leuk. Dit jurkje is echt super leuk. Alleen hij is dus een beetje te bloot. Ja, en te klein. Hij is daar te klein eigenlijk, zeg maar. Dus dat, stukje, deze... dat stukje stof had gewoon groter moeten. Ja, dit is een beetje. Maar als je deze bestelt, doen we dan even een maatje groot. Want hij is wel heel erg leuk. Ja. Maar ik heb dus ook in het zwart. Dus die zwarte is dan ook. Net niet. Nee, maar gast, hij is wel echt ziek mooi. Hij was heel wel leuk geweest. Ja. Ja, dan heb ik schoenen, maar ik van sandalen. En deze zijn echt leuk. En een leuk kleurtje. Hoe leuk ook met mijn bikini. Nou, ja, in ieder geval, ik vind kleurtjes zo leuk de laatste tijd. Helemaal leuk te combineren. En dit is ook gewoon vet leuk voor uit eten. Zo, je hebt gewoon een wat simpeler jurkje dan zo'n gekleurd hakje eronder. Ja, dat vind ik echt vet die leuk. Die zwarte of zo. Ja. Dan heb je toch wel een klein hakje ja, met zo'n voor uit eten. Ja. En ik heb dit in maat 39. Ik heb altijd net doe ik een maat groter op Shein. Ja. Want vaak is het net krap. Perfect. Dit is perfect. Dit is helemaal perfect. Ja, want normaal heb ik eigenlijk wel maat 38. Maar dit... Ja, ik heb ook maat 38. Ik heb nu. Nee, heel leuk. Ja. Ja. Helemaal leuk. Super leuk. Oh ja, ik heb ook die leuke groene schoentjes aan. Kijk. Yo. Ik kan ook gewoon even zo laten zien. Dit is een hele grote ploeg. Helemaal cute. Ik ga een bikini pakken. Felblauw, maar dat staat dus heel leuk. Ik heb echt felblauw. Maar dat is echt heel leuk bij blond ook. Ik had dus gisteren ook een. Het is eigenlijk gewoon een heel basic triangel. Mooi. Ik vind het zo leuk kleurtje. Ik heb en dan wel volgens mij een beetje een soort string. Ja. Tenminste, niet een string, maar wel gewoon iets voor, zeg maar. Niet zo'n hele onderbroek. Heel leuk. Dat is helemaal leuk. Ik heb deze superleuke blauwe bikini. Hij is heel erg fel, maar dat is helemaal leuk voor de zomer. Alleen het broekje zit trouwens wel strak. Snijdt dus als je echt een mega groentje hebt, dan moet je hem wel een maatje groter bestellen. En deze kan je in principe bestellen, dus als doe je dit een maatje groter, dan zit je eigenlijk altijd nogal goed. Ja. Dan kan je hem nog steeds zeg maar heel strak aan. Ja, ik heb dan een hele leuke zonnebril. In ieder geval, ik wil deze bril van elke kleur. Ik heb hem ook gewoon in blauw. Oh, heel leuk. Dat zie je de laatste tijd vet vaak. En ik vind het gewoon heel leuk te combineren. Ik vind het wel, het helpt niet tegen de zon of zo. Nee. Het is gewoon puur voor een foto en voor de leuk. Of gewoon even zo op je kop. Voor accessoires. Ja, gewoon even leuk als dat is leuk. Ja, ik vind het helemaal leuk. Heel leuk. 2, 3 witte dingen zie ik. Dus ik ga even een van de witte dingen openmaken. Dit is ook heel mooi als je bent. Oh, eigenlijk is alle kleuren mooi als je bent. Ja, alles. Dit alles staat het allemaal niet. Oh, het is zo lelijk. Oké, okay, dit is. Oh, je hebt echt voor elke avond gewoon een jurkje al. Ja, ik heb voor elke avond een jurkje. Nou, deze jurk. Leuk. En ik hoop, er stond dat hij niet heel doorschijnend is. Dus ik hoop het. Ik hoop het. Wit zo. Maar dit is wel heel mooi. Heel mooi. Ik heb een heel leuk wit jurkje. Deze is echt top. Wel. Moet ik wel even een andere BH mee aandoen. Maar dit is helemaal leuk. Oh ja, dat is ook heel fijn.
Nou, dan heb ik dus iets heel leuks voor Riley. Voor gele bril. Gele bril, ja. Dit is een soort coverbroek. Ik heb dit ook wel een andere kleur. Dat is heel leuk. En het is dus een split. Allebei kanten. Ja. Ja. Dus het is echt gewoon het... Ja, het is echt voor je bikini. Maar het is echt, ja. Het ziet er heel leuk uit als je het aan hebt hoor. Maar ik dacht, hoe leuk met een witte bikini en dan die gele bril. Ja. Ik dacht, helemaal leuk. Dat is super leuk. En ik heb deze volgens mij ook in het wit. Of in een beetje in het beige. En ik vond hem zo leuk toen. Dacht ik, bestel hem gewoon een lekker kleurtje nog erbij. En dat is ook wel helemaal Curaçao hoor. Lekker kleurtje, geel. Dit is heel erg leuk. Nou, dit vind ik echt helemaal shit. Ik zie mezelf helemaal flaneren daar. Kijk hoe leuk, met zo'n split. Nou, ik heb deze al een andere kleur, maar ik vond hem gewoon zo leuk. Dus, en dan leuk met die blauwe. Dat is toch helemaal leuk. Helemaal cute. Vooral voor de foto's. Nee, zo. Zo leuk, eigenlijk weet je het nog niet. Nee. Het is echt een cadeautje. Ja, het is echt cadeautjes. Heb ik weer een jurk. Leuk. Denk zo knopen. Oh ja, klopt. Fucking vet. Dit is een soort, ik dacht eerst dat het zeg maar in twee dingen gezet was, maar het is een jurk. Heel leuk, maar dat zou ik ook laten zien. Oh, maar is het nou de voorkant of de achterkant? Dit is de achterkant. Oh ja, ja, ja. Ja, dit moet je echt aanzien. Nou, ik heb even het zwarte jurkje aangetrokken. Hij zit bij mij echt net aan. Ja. Misschien moet ik wel iets van een boeptapeje of zo. Dat heb ik nog. Maar weet je, het is bij dit soort topjes kan je dat, ga je dat misschien ook weer zien. Ja. Ja. Of ik moet iets van een tape plakken of zo. Voor de zekerheid. Maar op zich voor gewoon. Voor daar boeit het eigenlijk niet. Kijk, in Nederland is het net. Ja, net eigenlijk. En daar is het eigenlijk heel. Nee, van wel mee. Ja, is niet perfect. Maar wel. Net aan. Voor Curaçao net op het randje, zeg maar. Ja. Maar hij is wel echt ziek mooi. Dit is echt leuk voor in de avond. Kan net aan. Helemaal leuk. Oké. Ja, dan heb ik een witte bikini voor erbij. Okay. Ik weet niet meer hoe deze eruit ziet. Kijk, oh, dat is gewoon zo. Dat is leuk. En hoe werkt dit dan? Nou, in ieder geval, zo een witte bikini. Staat het zo. Een sexy gat op de zon. Ja. De boobies eruit en een leuk hoekje erbij. Leuk heel veel broekje. Nou, dit is met het is gewoon altijd leuk, een witte bikini. Ja, heel altijd leuk te combineren. Oké, dan heb ik deze witte bikini. Deze is gewoon, helemaal leuk. Gewoon lekker simpel, lekker wit. Lekker bikinietje. Nee, gewoon helemaal top. Ik heb weer iets wit. Dit is wel heel erg. Oh, dit is een soort cover misschien. Nou, ik mag niet hopen dat het een cover is. Dit is een soort tutu of zo. Oh, dit is een kimono. Oh, dit is wel leuk. Heel leuk, ja. Kijk, hij is heel erg lang. En met de kant. En dat is juist leuk als je dan die blauwe bikini onder hebt. Heel vet. En dan dit. Ja, dat is echt heel leuk. Ik dacht even, dit is een tutu of zo. Het leek heel iets raars. Maar heel erg leuk, ik ben benieuwd. Ja. Kijk, wat schattig. Ja, dat is heel leuk. Toch leuk? Ja. Heel mooi. En dan heel erg leuk. Heel mooi dit. Dat is echt heel mooi. Helemaal blij met dit. Dit is denk ik een jurkje. Ja. Ik heb ook een jurkje hoor. Kijk, ik vind het helemaal voor mezelf uit. Met die kleurtjes. Ik ga niet zeggen dat het lange mouwen is. Waarom heb ik alles met lange mouwen geshopt? Even zien. Nou ja, dat kan vast wel. Maar dat kan echt wel een avondje hoor. Nou ja, het is heel druk. Maar dit is echt leuk maar hoor. Maar ik vind het heel cute. Ja. Ja, ik vind het helemaal cute. Heel erg leuk. Heel leuk, leuk voor met die schoen. Ja. Want leuk kan je nog even een beetje tailleren in je middel. Ja. Ja, ik vond het helemaal cute. Maar sowieso, dit zou ik dus niet zo inderdaad in Nederland dragen. Maar op vakantie is dit, vind ik dit zo gezellig. Maar ook. Dit soort jurkjes doe je niet snel in Nederland aan, maar voor vakantie juist leuk om een beetje, als je alleen maar zwart-wit hebt, dan... Nou, dit is een jurkje. Kijk hoe vet cute. Het kan ook wel gewoon echt een festivaljurkje zijn. Ik vind ook wel meevallen hoe warm die is ofzo. Het is wel echt een dun stofje, zeg maar. Ja, dit zit zo leuk. Ik wens dat het licht een beetje donker, wacht even. Kijk, dit is beter. Nou, ik vind dit echt te cute. Helemaal leuk voor de Curaçao vibe zo. Ik hoop dat het lekker bruin wordt. Misschien leuk voor de avond, maar anders leuk voor andere. Ik ben benieuwd wat deze is. Ja, dat is een soort printje. Een vogeltje. Ja. Dat is ook een jurkje op gehoord. Dat is ook lange mouw. Ja. We hebben ook niet goed.
Ik heb daar helemaal niet over nagedacht, denk ik. Maar ja, op zich zou het echt niet kunnen, lange mouwen. Maar s'avonds, het staat heel veel weer overdag. Dus het kan ook zijn dat het s'avonds zeg maar heel erg afkoelt. Ja. Dit is ook helemaal leuk. Ja, leuk. Ik heb dit superleukje jurkje, dat dacht ik dus, dat het een jurkje was. Maar het is dus een tubeshoot, een playshoot. Kijk, dit is gewoon een broekje. Dus vet chill, natuurlijk als daar de wind heel erg hard staat. Dan heb ik gewoon nog een leuk broekje eronder. En ik kan hier ook nog eventueel een dingetje dichtknopen, dat het wat minder bloot is. Superleuk. Ja, dat houdt maar niet op ofzo. Nee. Ja, dan heb ik echt zo'n beach tasje. Heel leuk. Helemaal schattig. Dit draag ik ook echt never ever hier. Maar het is nee. Helemaal leuk voor op het strand daar of zo. Ja, ik vind het helemaal cute. Echt island vibes. Heel leuk. Helemaal leuk. Stijl. Ja, dus deze. Dus ik denk dat wij wel 100 keer leuker. Ja, maar wat moet je anders zeggen? Ja, wat zeg ik anders? Ja, interessant. Geweldig. Ik vind alles leuk. Ja, ik ook. Nou, dan dit vet leuke schattige tasje. Dit is gewoon echt super leuk voor de beach vibes. Lekker zo. Hij is wel wat lang. Ziet het er niet raar uit. Nou, ik vind het heel cute. Ook leuk voor fotootjes en zo. Ik vind het helemaal Curaçao vibes. Zwarte. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Dat is een bikini. Oh, dit is... Oh ja, dit is leuk. Want dit is een set. Oh. Van een bikini en gelijk een soort rokje erbij. Ja. Leuk. Dat is helemaal leuk. Kijk, het is gewoon zo'n simpel ding, zeg maar. Leuk, met aan één kant. Zo. Ja. En dan heb je gewoon een simpel broekje erbij. Ja. Zo, die broekje is wel helemaal groot. Ja, ik kan ook nog lekker wat eten daar. Ja. Ik wil wat vet bij die En dan dit. Gast. Dit is heel gaaf. Dit moet je echt zeggen, zeg maar. Iets heel, dit is echt leuk naar een beachparty of zo. Ja, of naar een poolparty, boatparty. En dit kan natuurlijk ook gewoon bij die blauwe. Ja, kan bij alles. Of bij een ander. Dit doe ik waarschijnlijk elke dag aan. Ja. Oké, ik heb een heel leuk bikini set. Dit is dus een set. Je koopt dus dit topje, een broekje en dan het bijpassende cover-up. Hoe zeg je dat? Ja, cover. Echt heel erg leuk. Dan heb je gelijk een set wat bij elkaar past. Maar wel gewoon basic, want ja, dit is helemaal leuk. En dan kan je natuurlijk ook gewoon weer loshalen en bij iets anders doen. Dat kan natuurlijk altijd. Dan heb ik hier nog een jurkje. Dat is ook heel leuk. Een blauwe. Oh, nou, yes, we hebben korte mouwen hoor. Je kan mee naar Curaçao. Ja, helemaal cute. Lekker kort. Super lekker schattig. Leuk. In het blauw. Lekker kort, pittig kort. Nou, dan dit super schattige blauwe jurkje. Deze vind ik echt heel leuk. Heel cute. Ja, het is gewoon Ik heb eigenlijk soort weinig erop te zeggen ofzo, omdat het gewoon heel leuk is. Heel cute, zit mooi. Ik heb maat M van alle jurkjes. Dus wordt altijd heel kort bij mij. Wat gewoon mooi over mijn billen heen, dus dat vind ik echt top. Een kleurtje. Helemaal leuk, meiden. En dit is ook nog een witte jurk. Dit is echt hilarisch. Oh ja, dit is het. Ook een soort gat in. Oh, sexy. Dus dit is heel leuk. Een soort tweedelige set. Nee, daar heb ik niet gegeten. Ja. Want einde dag, dan zit het lekker strak. Maar dat maakt niet uit. Misschien gewoon de eerste dag. Ja, de gewoon eerste. De 3 weken niks eten. Die aandoen en dan doei. Dat gaat niet aan. Oké. Ik heb dit super lekker jurkje aan. Moet je wel een strapless BH naar doen. Dat heb ik nu niet, maar ik heb het een beetje zo... vouwen. En dit is echt leuk. Ik dacht eerst, dit is echt kut, want dan heb je echt zo'n tussenstuk. En als je dan, maar het valt echt wel mee, dat tussenstuk. Nee, het valt heel mee. Mooi juist. Helemaal leuk? Heel cute, ja. Oké, dan heb ik een zonnebril. Ja. En dit is een zonnebril die ik altijd heb, maar ik ben hem al een jaar kwijt. Ik gewoon niet Ray-Ban look. Nee, deze. Oh, en die heb je echt al zo vaak? Die heb ik zo vaak, maar ik vind dit is de enige bril die ik op kan en helpt tegen de zon. Ja? Allemaal van die leuke brilletjes, fancy, maar het helpt niet tegen de zon. Dus ik heb echt koppijn en ik wil gewoon een groot ding op mijn kop en leave me the fuck alone met mijn kater, dan heb ik dit ding gewoon nodig. Dat is top.
Ja. Gewoon zo lekker groot. Ik weet dat als je een kater hebt, dan gewoon je lekker de tank. Dit is ook een jasje. Dit is ook weer heel erg lang. En die is in een bruin. Leuk. Alleen bruin past natuurlijk niet overal bij. Maar wel leuk. Even aandoen. Een bikini waar die bij past. Of, oh ja, die zwarte kan wel. Ja, die zwarte, die zwarte kan het. Ik heb dit hele leuke strandjasje. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Alleen ik heb dus dit erbij gekregen. Maar er zitten geen ringetjes. Oh. Dus ja, het kan wel. Een beetje zo bijhouden. Op zich kan het wel. Maar dit is heel leuk. Ik weet alleen niet. Als je natuurlijk bruin bent. Ja. Hoe bruin. Of zeg maar dit een mooie kleur is om dat mee te combineren. Nee. Maar misschien is dat juist wel heel erg leuk. Want ik ben natuurlijk word sowieso niet heel bruin. Heel lekker lang. Ja. Oké. Ene laatste. Dan heb ik sandaaltjes. En ik had niet echt maar leuke sandaaltjes. Zo die gewoon simpel zijn. Want dit is echt zo'n must-have. Gewoon dat je onder heel veel aan kan doen. Gewoon een heel simpel sandaaltje. Lekker beige, lekker basic. Heel leuk. Helemaal chill. Leuke kleur ook. Ja. Badpak. Ik hoop dat die leuk is. Ik ben zo benieuwd. Kijk. Ja, dit is heel. Dit is helemaal iets voor mij. Ja. Ah. Dit is helemaal. Helemaal zo raar. Lang. Oeh. Ja, dit is echt voor een zieke poolparty. Dit is toch echt geweldig. Dit wil ik gewoon nu aandoen. Zo, een sexy open rug. Zo. Vet, dit is joh. Helemaal leuk. Ja, dit is vet. Dus dit kan ik. Kijk, dit is niet leuk als je natuurlijk. Als je bruin bent. Je moet eerst bruin worden. Ja. Want anders zeg maar, krijg je zo'n. Maar een van de laatste dagen. Ja. Na een feestje of zo. Of als je gewoon gaat lunchen en je gaat verder nog niet naar het strand. Dan is dat wel heel leuk. Ja, vind ik ook. Nou, hoe leuk is deze? Dit is normaal. Dit is echt perfect. Ja, wel een beetje over de top, maar kijk, bijvoorbeeld voor Curaçao kan het. Ja, op vakantie doe je dat wel. Ja. Misschien ook wel gewoon hier hoor. Ja. Als ik iets bruiner ben. Gast, dat is niet normaal. Die vrouw steelt de show, nou maar op. Oké, dan het laatste. Ja. Ik weet even mijn god niet wat dit is. Dit is ook een jasje, denk ik. Oh ja. Ja, oh, ja, 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 ja. Ook voor, over je bikini. Ja. Dit gaat zo maar zo. En dit zo. Ja. Dit is ook leuk. Dus ja, vond ik ook helemaal leuk. Een soort jurkje, cover. Dit is gewoon top als je in de zon ligt en je gaat na lunchen. Ja. Dan doe je gewoon even dat je wel iets aanraakt, maar niet dat je een heel strak plakje jurkje aan. Het is een leuk beetje beige bruin kleurtje. Heel erg leuk allemaal. Dan deze cover. Ja, ik vind deze ook heel leuk. Ja, ik heb gelukkig nog, bij mij is dat nu toe alles goed. Maar ja, deze is wel een wat kleur wat niet met alles kan natuurlijk. Beetje een natuurlijk kleurtje. Achter zit het zo. Het sluit wel mooi aan. Dus dat is helemaal top. Maar als wij een themafeest hebben daar, we hebben gewoon alle kleuren. Ja. Dus het maakt niet uit wat voor thema. Inderdaad, gooi die themaparties. Dat komt helemaal goed. Dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie misschien wel wat tips hebben gegeven. Misschien ga je ook naar Curaçao of naar een lekker warm eiland. I don't know. In ieder geval, ik hoop dat je iets leuks gaat doen. In ieder geval lekker shoppen. Ja. Want echt leuk. Ja, ik vind dus Shein voor in de zomer echt de meest geweldige site die er bestaat. Ja. Cheap. Ja. Gewoon. Ze hebben gewoon letterlijk alles. Alles. Ja. Met elke kleur, elke soort maat, weet ik het allemaal. Klopt. En dit soort dingen, dat ga je niet vaak aandoen. Nee. Hier wil je niet 30, 40 euro per stuk aan kwijt zijn. Nee, want je doet het lekker voor of op vakantie of alleen in de zomer. Ja. Dat is gewoon zonde. Dus ik vind het helemaal chill. Ik heb ook een kortingscode, die kun je gebruiken. Het zal hier in beeld staan. Ik weet het even niet in mijn hoofd, dus het is altijd een hele ingewikkelde code. Staat hier in beeld en staat ook allemaal in de beschrijving. De linkjes, de maten, everything. Dus vergeet zeker niet te checken. Vond je de video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. En vergeet me niet te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. En dan wil ik heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende keer. Doei!